Hoi allemaal. Hi. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hallo allemaal. Hoi allemaal. Hoe gaat het met jullie? Hoi, ik ga jullie de app Balloonpop laten zien. Nou, het woord zegt het al een beetje, het gaat over ballonnen. Laten we eens kijken hoe de app werkt. Moet even laden. Vervolgens komen we op het beginscherm. En wat je dan moet doen is niet op de groene, maar we klikken op de oranje knop om te starten. En dan krijg je verschillende soorten spelletjes. Je kan ballon poppen op het ABC of de getallen 1 tot en met 20. Hier kan je gewoon normaal, dus hier kan je gewoon op alles random klikken en hier heb je verschillende ballonnen en dat gaat dus op de kleur van de regenboog. Laten we de normale eerst eens proberen. Nou, ik hoor al een gezellig muziekje. De ballonnetjes gaan wel aardig snel omhoog, maar je kan je vinger op het scherm houden en heen en weer bewegen. En dan komt er dus een vogeltje en je hoort de ballon knappen. Nou, dat ziet het ook. Nu gaat het ook nog regenen, denk ik, want het wordt heel donker. Oh, het wordt avond, zie ik. Nou, en sommige ballonnen die zijn een beetje licht van kleur. Daar heb je dan weer een andere app voor nodig of een betaalde app om hem verder te spelen. Nou, laten we eventjes naar een andere gaan. We moeten 2 keer op het huisje klikken om uit deze omgeving te komen. Laten we de colors eens doen. Nou, dan moeten we eigenlijk al deze kleurtjes die hier bovenin staan, die moeten we zien te vangen. Roze, groen, wit, zwart, paars, oranje, roze, rood, oranje. Oh, welke moeten we nog hebben? We moeten denk ik blauw nog hebben. Blauw. En nu hebben we ze allemaal gevangen. Oranje, geel, groen, blauw, paars, roze, zwart, wit. Nou, en op deze manier kan je het spel steeds verder spelen. Nou, hieronder geeft hij het ook al aan. Wil je de volledige versie van dit spel, dan moet dat volledig gedownload worden. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Hierbovenin, ook nog wel even handig, kun je hem op Nederlands zetten. Dan vertelt hij de kleurtjes dus in onze eigen taal. Nou, ik hoop dat jullie de app leuk vonden en thuis gaan proberen. Heel veel succes!